Yo gasten van Almost Normal, mijn naam is Barend en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, vandaag heb ik weer een hele toffe video voor jullie. Ik heb namelijk voor het eerst een ramp gekregen van een fingerboardbedrijf. En dit vind ik echt heel vet, want dit betekent gewoon dat we lekker bezig zijn. Heel pretty much, we zijn gewoon lekker bezig en dat zijn we ook sowieso. Ik vind alle lof die jullie me altijd passen echt super nice. En daardoor heeft het ervoor gezorgd dat ik hier een pakketje heb gekregen van een bedrijf en ik er hier niks voor heb hoeven te betalen. Wat natuurlijk gewoon super nice is, want ja, ik fingerboard veel en ik heb al best wel wat uitgegeven aan fingerboarden. Dus op zich is het wel lekker als het een keertje mee zit qua prijs. We gaan deze eens even openmaken. Auw, ik stoot keihard mijn knie, joh. Ja, dit pakketje is dus van IPE Toys. IPE Toys of IPE Toys. En zij hebben mij een bericht gestuurd op Instagram van: yo, wil jij een van onze ramps proberen? We zijn een beginnend fingerboardbedrijf. Dus ik heb gekozen voor, nou, dat gaan jullie zo wel zien. Maar daarnaast hebben ze ook gezegd, als jij er een video van maakt, kan jij jouw kijkers ook nog korting geven. Dus klik even op de beschrijving, gebruik code NFM10 en krijg gewoon 10% korting van een eigen fingerboard purchase. Dat is gewoon lekker. En zo gaan we gewoon lekker het pakketje openmaken. Ik kan niet echt heel veel langer meer wachten. Zo. Ik ben oprecht benieuwd gewoon hoe dit is. Oké, dit is het enige wat erin zit. Oeh, ik ben heel benieuwd. Ik ga hem verder openmaken. Maar ik vind het echt super leuk hoe ik dan gewoon word benaderd door een bedrijf. Een beginnend fingerboardbedrijf. Zo van, yo, zou je ons product kunnen reviewen? Want, ja, dat vind ik ook gewoon leuk om te doen. Ik ben zo terug, ik ga even een schaar halen. Oh, wacht, die heb ik hier nog. Kijk, dat is het chillen van 2 unboxings op 1 week. Je hebt gewoon nog spullen liggen van de vorige unboxing. We gaan hem even openmaken. Nou, het zit in ieder geval goed ingepakt, dus beschadigd zou het officieel niet moeten kunnen zijn. Als het nu iets anders is, dan ga ik er wel gek van opkijken. Maar volgens mij is het wat ik denk dat het is. Iets wat ik echt al een tijd ook graag wil. Jullie kennen het bankje van mij, het zwarte bankje. En ik vind het gewoon enorm chill om daar op te boarden. Alleen, ik mis eigenlijk gewoon nog een beetje een granieten stenen manual pad. Als ik gewoon dit eerste randje er even overheen knip. Oké, je hebt dus voor deze unboxing zeker wel een schaar nodig, want holy shit, dit zit goed ingepakt. One eternity later. Oké, ja, daar hebben we hem, daar hebben we hem. Daar gaan we. Oh, damn. Oh, deze is wel gaaf. Wow, dat hout ruikt ook gewoon echt lekker, joh. Holy shit. Alright. Oké, we hebben dus nu een granieten manual pad. Holy shit. Oh, deze is gaaf, hé. Oké, ik ga je eerlijk zeggen. Je ziet hier zo, dit is gewoon heel mooi glinsterend. Wacht, als ik het zo in het licht hou. Je ziet zo mooi die glinstering. En dit is dan wat matte. Dat is ook echt gaaf. En het is ook echt een dik plak. Je hebt dan hieronder heb je een soort van pallets of zo. Dat is echt wel heel erg vet. Maar het ziet er echt heel goed uit. Holy shit, dit is wel goed. Dit is best wel zieke kwaliteit voor een beginnend bedrijfje. Het enige wat ik zie, wat ik wel direct zie, is dat ze geen rip tape of zeg maar anti-slip eronder hebben. Dus ik ga kijken in hoeverre dat nodig is. Het is natuurlijk wel steen, dus op zich het is wel zwaar genoeg dat het niet heel snel zou glijden. Maar dat is wel iets wat misschien nog wel een tipje is voor het bedrijf. Maar wauw, dit is echt wel heel erg sick. De bezorging was ook gewoon pittig snel. Volgens mij 1,5 week of zo. Stuur me een berichtje. Ik zei, yo, is goed. Doe maar wat leuk sturen. En wauw. Het is echt heel vet. Want ze vroegen ook van, yo, wat zou je op zich wel willen? Oh, deze board lekker, joh. Ja, man. Oké. Ja, joh. Ik zou even wat close-ups maken van het manual pad. Dan kan je het wat beter zien. En dan gaan we natuurlijk even wat sicke tricks doen ermee. Damn, ik denk dat dit misschien wel mijn favoriete ramp gaat worden.
was hem. Maar even zien hoor. De chat inderdaad. Holy fuck! Maar eigenlijk eventjes een... Oké. Oh, nice, ja. Super lekker. Nu gaan we even... Ik denk niet dat je per se... Alright, ik wil nog even wat dingen daarover kwijt. Want hij is best wel dun. Maar dat is eigenlijk wel nice. Want ik ben dus bezig met het oefenen van nose grinds, tail grinds, manuals en allemaal dat soort dingen. Op een manual pad zoals deze kan je heel makkelijk veel te wijd komen. En als je deze hebt, dus deze is wat dunner, moet je hem wel echt precies hier in het midden landen. Maakt het wel wat moeilijker, maar het maakt je zoveel beter in fingerboarden. En dit rijdt zo ongelooflijk lekker met die Joy-Cons. Holy shit. Nou, ik vind dit gewoon echt een heel erg nice manual padje. En het steen, het graniet is ook gewoon echt heel tof. Het is gewoon echt heel mooi. En, nou, eerlijk, het is gewoon wel zieke kwaliteit. Nou goed, ik ben best wel heel erg blij met dit pakketje. En ik kan jullie ook zeker aanraden om dit te kopen. Naast dat we natuurlijk ook gewoon de code hebben dat je extra korting krijgt op hun website. Ja, is het gewoon super vet om zo'n ramp te mogen krijgen. Dus Ipetoy, super bedankt voor het sturen van dit epische rampie. En ik ga er echt heel erg van genieten. En volgens mij is het een Engels bedrijf, dus thank you Ipetoys. Thank you very much for sending me. I'm gonna enjoy this very much. Dus ja, ik ga hier echt van genieten. En kan je zeker aanraden om via de link in mijn beschrijving wat te kopen bij hun. Want ik denk dat een obstakel zoals dit misschien wel een van de beste obstakels is om je fingerboard tricks op te leren. Het maakt ook niet zoveel herrie als hout zoals je kan zien. Dus als jij net bent begonnen met fingerboarden is zoiets als dit om te oefenen heel erg goed. Omdat die ook wat dunner is. Ja, ik ben er hier echt wel van te spreken eigenlijk. Hij is wel beter dan ik had gehoopt. Ik ga eerlijk zeggen, ik had hem wat groter verwacht. Maar dit is best wel een hele goede grootte om lekker je tricks op te leren. Dus ik kan hem zeker aanraden. Ik ben er in ieder geval super blij mee. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je dit leuk vond. Ik hoop dat je de trickmontage leuk vond. Ik hoop dat je de close-up montage leuk vond. Ik hoop dat je de video leuk vond. En ik hoop gewoon dat ik jou de volgende video ook weer zie. Dus ik heb nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!